Gisteren waren die belangrijke wedstrijden. Ik ben benieuwd of ze gewonnen hebben. We hebben verloren. Het was niet goed. En ook de slimme nerds van groep 7 hadden hun wiskunde-battle niet gewonnen. Zeg maar, de x-kwadraat niet hetzelfde als het y-kwadraat. Maar dat weet ik ook niet precies. Ik was zenuwachtig. Kinderen, hoe is het gegaan, jongens? We zijn met 2/10 verloren. Nou, jongens en meiden, jullie hebben in ieder geval jullie best gedaan. Volgend jaar is weer een kans. Nou, volgend jaar kunnen we ook met 1% weer verliezen. Dus het heeft geen nut om volgend jaar weer mee te doen. Mm-hmm. We blijven weer oefenen voor volgend jaar. Na een tijdje waren de jongens hun verlies vergeten en trainden weer volop. Maar er was wel wat veranderd. In de klas zat nu een groepje kinderen die de oorlog uit Syrië waren ontvlucht. Hey, kijk die vluchtelingen daar. Zullen we graag met ze mee willen? Ben je gek of zo? We trainen voor een serieus toernooi. Zulke types kunnen we er niet bij gebruiken. Maar omdat de aanvoerder toch nieuwsgierig was, gingen ze met de kinderen praten. Hey, waarom zijn jullie hier? We vinden het gewoon leuk om buiten te zijn. In ons land kon je niet eens buiten zijn, want dan kon je doodgeschoten worden. Kunnen jullie ook een beetje voetballen? Ja, wij kunnen wel een beetje voetballen. Misschien kunnen we wel een keer meedoen. Daar moesten de jongens even over nadenken. Zo'n types kunnen we toch niet bijgebruiken? Ja, maar we kunnen ze toch een beetje helpen? Dan weten we zeker dat we verliezen op de toernooi. We hebben het besproken, maar jullie kunnen niet meedoen. Mogen we dan nog wel even blijven kijken? Jullie mogen alleen maar kijken hoe goed we zijn. Ook de slimme nerds waren weer volop bezig om te trainen voor een nieuwe wedstrijd. Hey jongens, ik heb een eerste foutje gemaakt. Ik dacht dat de straal van 15 hetzelfde was als de straal van 13. Hey, Matthijs, trek je samen weer? Oh. Jelle, dat was wel een goede grap, maar we moeten wel even serieus oefenen, want we hebben een hele belangrijke rekenwedstrijd voor de boeg liggen. Ja, dat is zo. Hoe ver zijn we nu? Ik heb de staatdelingen al gehad, dus ik ga verder met de procenten. Ik ga quizmaster schrijven. Wat doen we nou hier? Ja, wat doen we nou hier? Zo kan ik me echt niet concentreren. Kom, dan gaan we er even wat van zeggen. Kunnen jullie niet weggaan? We kunnen ons zo niet concentreren. Wat zijn jullie aan het doen dan? We zijn aan het oefenen voor een belangrijke rekenwedstrijd. En ook bij deze kinderen mochten ze niet meedoen. Het belangrijke voetbaltoernooi was er weer begonnen. En de jongens speelden vlak voor de wedstrijd nog even tegen elkaar. Maar dat ging niet helemaal goed. Ah, wat doe je nou, joh? Dit is wel een serieus toernooi. Auw, jongen, wat heb je gedaan? Ah, jongen, ik kan het toernooi wel vergeten, man. Door de blessures was er nu plaats voor de twee jongens die eerst niet mee mochten doen. Lekker! Ja, dat is lekker! En is dit mooi? Ja, dat is mooi! De jongen uit Syrië scoorde het winnende doelpunt. En dat nieuws ging snel door de school. Heb je dat gehoord? Die ene vluchteling, die kan hartstikke goed voetballen. Ja, ik heb het gehoord. Maar misschien kan hij ook wel heel goed rekenen. Misschien is hij ook wel heel slim. We zijn eigenlijk heel dom. Dus we hebben ze beoordeeld op hun uiterlijk. Misschien zijn ze wel heel erg slim. Ja, ze zitten nou in ons rekenlokaal. Misschien kunnen ze ze wel even testen. Ja, van 6, het moet wel lukken, ja. Ja, zeker. Ja, kom. Ja, het moet wel lukken. Misschien zijn jullie wel heel slim. Weten jullie misschien de wortel van 36? Ik denk dat het 4 is. Ze zijn dus toch niet zo slim, dus ze kunnen denk ik ook niet in ons rekenclubje. Ja, je hebt gelijk. Kom, we gaan weer oefenen. Antwoord is 6. Ze weten het wel. Willen jullie meedoen in ons rekenclub? Ja, leuk! Ja, en zo werd de klas door met z'n allen samen te werken een echte kampioenenklas. Ja.